Ja, we gaan eens luisteren, want u weet, er was nog veel kritiek vandaag van de werkgevers en de ondernemers in de loop van de dag, niet mals. En we gaan naar Wouter Torfs in Berlaar, ondernemer van de gelijknamige schoenwinkelketen. Ja, meneer Torfs, wat vindt u van de maatregelen? Wel, ik ga beginnen. Ik ben een positief mens en ik ga dus beginnen met positieve kritiek. Het is absoluut een goede zaak dat de begrotingsnorm van 2,15% is gehaald en dat de BTW niet is verhoogd. Dat was een heel zware klap geweest. Maar als ik kijk wat er voor de ondernemers uit de bus is gekomen, is dat absoluut veel te weinig. Too little, too late. Hè? We zijn het er allemaal over eens dat we met een loonshandicap zitten van meer dan 5%. En de ambitie van deze regering is om die loonshandicap te overwinnen tegen 2018. Dat is dus binnen 6 jaar. Dat zou willen zeggen dat wij als ondernemers, als we achterlopen op onze concurrenten, dat we onszelf 6 jaar de tijd zouden kunnen geven om de concurrent in te halen. Ik denk dat er dan heel wat ondernemers niet meer zullen zijn of misschien zullen verhuisd zijn. Ook een aantal maatregelen als de korting op sociale lasten. 0,3%, met alle respect, 0,3% is toch veel meer een symbool dan echt een fundamentele maatregel. We spreken over een tegemoetkoming van 300 miljoen euro op een totale loonsmassa van 150 miljard. Dat is eigenlijk slechts een symbool. Ja, u zegt, meneer Torfs... En last but not least vind ik het een hele... Ja, ik wou zeggen, ja. U zegt, meneer Torfs, het is allemaal veel te weinig. Het is natuurlijk roeien met de riemen die men heeft, hè, in tijden van crisis. Dat is absoluut zo, maar het is ook kwestie om keuzes te maken. Ik denk toch dat we het er allemaal over eens zijn dat ondernemingen de motor zijn van onze welvaart. En ik heb het gevoel dat we op dit moment de kip aan het ondervoederen zijn. En een kip die je niet voedert, zal ook geen eieren meer leggen. En ik vrees dat dat echt aan het gebeuren is. En ik mis fundamentele keuzes op dat vlak. En ik begrijp heel goed dat het natuurlijk heel moeilijk is en dat er een hele grote spreidstand is tussen het noorden en het zuiden en de linker- en de rechterkant. Het gevolg is dat we eigenlijk voor een stukje in het midden blijven trappelen en dat er heel weinig fundamenteels gebeurt. Ja, wat zou zo voor u de belangrijkste fundamentele keuze zijn geweest? Voor mij een fundamentele keuze zou geweest zijn als we eens echt naar de loonsindexering hadden gekeken. Maar dan niet in termen van een keer de indexering over te slaan, maar echt eens een keer te kijken van hoe kunnen we dat mechanisme fundamenteel hervormen zodanig dat dat rechtvaardig blijft, maar dat dat niet nodeloos de loonkost opdraagt. Hè. En dan denk ik ben geen specialist, maar dan denk ik bijvoorbeeld aan termen van indexeer tot een bruto loon van 2000 euro. Kijk mevrouw, ik heb zelf geen indexering van mijn loon nodig. En dat gebeurt nu wel. Zeker bedrijven waar grote lonen betaald worden, daar komt elke keer toch een pak geld bij voor mensen die dat niet echt nodig hebben. Okay. Dat lijkt me toch fundamenteel te zijn. Oké, Wouter Torfs, hartelijk bedankt voor uw reactie.